Hier zit je dus vrij vaak? Ja, elke dag. Als ik niet op bed lig. En waarom zit je hier? Omdat mijn lichaam te weinig kan op dit moment. Het is te ziek om iets te doen. Sanne, zijn lichaam is chronisch vermoeid door de ziekte ME. Het is vandaag Wereld ME-dag. Een dag voor een ziekte die in Nederland officieel niet bestaat. En dat levert veel problemen op als je bij artsen langsgaat. Ik was gezond. En ik moest maar een trap onder mijn kont krijgen. Ja. Ik was toen 14 jaar. Het zal wel puberteit zijn. Of dat mijn ouders niet streng genoeg optreden. Zelfs het UWV, de keuringsarts, die gaf aan, je kunt gewoon werken. Nou, dat doet zoveel pijn. Ja, we hebben ervoor gevochten, echt waar. Sander heeft de diagnose ME nu 6 jaar. Voor de ziekte is geen genezing bekend. Zijn leven bestaat nu voornamelijk uit bankhangen. Ik vecht nog elke dag om verbetering te krijgen. Wat doe je dan? Ik heb fysiotherapeut. Ik doe wat yoga. En door de jaren heen allerlei dingen geprobeerd. En helpt dat? Ja, sommige dingen helpen wel. Iets wat meer energie, kleine beetjes, maar wel wat meer. Blijf. Hoe vaak ben je buiten in een maand? Ligt eraan. Soms helemaal niet. Soms een paar dagen per week. Het ligt eraan hoe erg ik me voel. Ja. En wat doet het met je als je zoiets doet? Dat is heel mooi. Het voelt goed. Eindelijk weer. Na een tijdje